Alexander de Rijken. Hallo iedereen en welkom bij Ben je nog aan het kijken? De podcast waar ik, uw host Xander de Rijke, iedere week praat met gasten over hun favoriete televisieprogramma. De show waar we deze aflevering over hebben is Inside Number 9. Een Britse antologiereeks geschreven door Rhys Shearsmith en Steve Pemberton voor de BBC. Iedere aflevering heeft een volledig unieke verhaallijn en cast op Shearsmith en Pemberton na en verschillen allemaal van toon en thema. Alhoewel dat ze allemaal de gekenmerkte zwarte humor, elementen van horror en die befaamde twist bevatten. Op dit moment van opname zijn er 31 afleveringen van Inside Number 9 met een zesde seizoen onderweg en blijft het een van de meest geprezen Britse reeksen voor onder andere schrijf- en acteerwerk met diverse nominaties en gewonnen prijzen op zijn naam. Mijn gast vandaag is een acteur, comedian, televisiemaker en presentator. Jullie kennen hem van Neveneffecten, Basta, Willys en Marietten, Scheire en de Schepping en Team Scheire. Daartussen schreef hij een diversiteit aan boeken over onder andere fysica, DNA en insecten. Toerde hij met zijn eerste avondvullende voorstelling Live in Nerdland, DNA, en neemt hij de maandelijkse en goed beluisterde podcast Nerdland op. Mijn meetjeslandse broeder, professor Lieven Archimedes Scheire. Dat je maar allemaal rap gedaan is, die corona die. Die een die. Dat is. We hadden een Wachtebeekse volksfiguur. En die, als het hem niet aanstond, zei hij altijd: dat is rit en die dat een hond nog niet in zijn gat zou willen hebben. Voilà. Voilà. Maar, ja, dat is waar. Dat werkt beter dan Pfizer en AstraZeneca tezamen eigenlijk. Dat klopt. Eigenlijk zouden ze moeten een groot vaccinatiecentrum maken met mitjeslanders op het einde. Je zet je in die stoel, die zegt tegen jou: is dat hier eerst gedaan met die zuiver? En dan is dan de volgende. Op een maand tijd is heel België immuun. Dat zou top zijn. Maar wat, merci om tijd te maken voor mij. Met veel plezier. Ik ben bezig aan een podcast die zal heten Ben je nog aan het kijken? Achter de confronterende Netflix-zin. Ja. checking vital signs. Ja, ben je nog in leven eigenlijk? Ja, inderdaad. En weet je, ja, het is gewoon weer een goedkope manier om een podcast te doen en met mensen te kunnen spreken over de dingen die we leuk vinden. Zo was hè. Dus ik heb Inside Number 9 zo'n beetje geschoenlepeld naar u, ook omdat jij me er dan geïntroduceerd hebt. Ja. Dus mijn eerste ding is, ja, merci om mij te introduceren aan Inside Number 9. Want dat is nu mijn waarschijnlijk favoriete televisiereeks aller tijden. Is dat echt? Ja, okay. Toch wel. Ja. Dus ja, zonder u had ik het nooit gevonden. En jij bent erop gestoten gewoon op de BBC? Of waart jij fan van de heren en werk ervoor ook? Ja, bij ons is alles echt wel begonnen. En ons, spreek je dan met Neveneffect, nee, was The League of Gentlemen. Mm-hmm. Waar wij zot van. Dat was zo, ja... Dat was zo nog een keer die een echte, frisse, Britse comedy wint. Van alle remmen los. Heel creatief. Iets dat je nog niet elders gezien had. En ik weet nog goed, in die tijd hadden we een beetje League of Gentlemen en Little Britain. Ja. En ik heb ze allebei heel graag gezien. Maar voor mij persoonlijk was League of Gentlemen speelde wel in een andere klasse. Ik bedoel, Little Britain is goed gemaakt. Alleen, ik begin om een duur wat af te knappen op die running jokes. Ja. Die typicus zijn supergoed bij Little Britain. De jokes zijn ook vaak heel goed. Maar dan League of Gentlemen was... Ja... Misschien is dat ook wel een beetje... Comedians comedy, namelijk je wil verrast worden. Mm-hmm. Na een van mijn eerste optredens kwamen Wim Helsen en Randall Kazaar kijken. Mm-hmm. En Randall heeft mij toen eigenlijk ja, een soort speed comedy les gegeven, helemaal in het begin, wat dat goud waard was. En wat hij toen zei was van ja, in je shows maak je vaak twee grappen over hetzelfde onderwerp. Hè. En dat vond hij belangrijk, omdat dat is iets wat jij ook kent. Eén joke maken over iets, dat kunnen heel veel mensen. Maar een onderwerp aansnijden en na je openingsjoke er nog op verder gaan, dan begint eigenlijk
comedy te doen. Als er een beetje een lijntje in zit waar dat er ja, joke na joke komt. En dus Randall zei toen, je maakt een mop. Het is heel goed dat je er nog eens op varieert. Maar, zegt hij, je moet er nog eens op variëren, want ik wil ook lachen. Omdat ja, hij was op dat moment een beetje comedy-nerd. En dan zit hij daar zo analytisch. En dus, waar dat je volgens mij een comedian het meest mee charmeert, dat is met de spookslag. De joke die out of nowhere komt. Of dingen die zodanig zot zijn dat je ze nog niet gezien hebt. Mm-hmm. En The League of Gentlemen had dat voor mij absoluut. Met die, ja, de local shop en dat gezin dat padden verzamelt. En een slager die een halve drugsdealer is en een volledig dorp dat uit zijn neus begint te bloeden als ze lachen. En dat is allemaal zo... Ja, dat wordt er allemaal zo wat tussen geweven en je zit constant te kijken, what the fuck is dat hier? Maar ik heb daar ook heel hard mee moeten lachen, ja. Ja, het is... ik heb dat zo wat herontdekt na mijn liefde voor Inside No. 9. Ja. Het grappige is, ik heb zo alles uit sequentie gezien. Ik heb eerst Psychoville gezien. Ja. Like 5 jaar terug of zo. Mm-hmm. En ik was daar niet kapot van. Ja. En dat heeft mij eigenlijk niet willen doen kijken naar The League of Gentlemen. Mm-hmm. En daarna heb ik Inside No. 9 ontdekt, waar ik volledig kapot van was. En dan teruggegaan en ontdekt hoe geniaal dat The League of Gentlemen eigenlijk is. Ja. En vooral ook, er is niet zoveel van The League of Gentlemen. Dat mm-hmm. is dat prachtige Britse ding van liever te weinig dan te veel. Ja. We gaan hier geen 24 afleveringen per seizoen van maken. Dat zijn 3 seizoenen en af en toe een special. En dat is perfect ook. Ja, zo in die schaarste, zo dat topkwaliteit releasen in small bits, dat is inderdaad iets wat dat steeds moeilijker wordt voor tv, wat dat in Vlaanderen onmogelijk is ondertussen. Mm. Maar wat dat inderdaad toch bijna altijd de beste dingen afgeleverd heeft. En Psychoville was ik eigenlijk al vergeten. Je herinnert er mij nu aan, want dat zit mee in de chronologie. Wij waren fan van The League of Gentlemen en toen opeens kwam er een soort buzz van ze komen met iets nieuws. Dat was in de Psychoville. En ik denk inderdaad voor veel van de echte Britse absurditeitfans was dat dan, tja, difficult second album. Het is niet meer hetzelfde. En ik herinner mij toen dat Inside No. 9 kwam, dat er zo wel een beetje schroom was. Van, ja. Dat gaat toch geen neerwaartse lijn zijn. Maar eigenlijk, als je Psychoville van tussen haalt, zit er voor mij een boeiende overgang in het laatste seizoen van League of Gentlemen naar Inside No. 9, want hun laatste seizoen, League of Gentlemen, was heel conceptueel. Mm-hmm. Was met elke aflevering een soort verhaallijn die op het einde dan samenkwamen. Enfin, dat was echt zo heel geconstrueerd scenario. En voor mij persoonlijk, in mijn League of Gentlemen vibe van dat moment, was dan een afknapper. Ja. Ik dacht van, jongens, ik ben hier voor de zotheid. Ik ben hier voor de grand cru, mm-hmm. goed gevonden, alle kanten uitschietende, maar altijd clevere zotheid. En opeens krijg je zoiets conceptueel, wat dat altijd toch wel weegt op de ongebreideldheid daarvan. En ik vond dat vervelend. Maar eigenlijk kun je die lijn doortrekken naar Inside No. 9, wat dat dan helemaal in het concept, in het anthology-concept gekropen is, hè, van altijd in een No. 9 die terugkomt. En waarbij dat elke aflevering ook echt een constructie is. Want dat is ja, een van de vele genialiteiten van Inside No. 9. Dat is, je weet bijna altijd, als het einde nadert en je denkt van, ah, zo zat het dus, mm-hmm. dan mag je al vasthouden aan je stoel, want meestal komt er nog een twist. Ja. Die dan ook nog een keer met terugwerkende kracht klopt op wat je maar gezien hebt. Dus eerst die zotheid van The League of Gentlemen, dan voor mij wat de teleurstelling van dat conceptuele van het derde seizoen, en dan nu Inside No. 9, waar dat eigenlijk samenkomt. Waar dat ze die lijn doorgetrokken hebben en echt in het concept en in de scripting en in het zeer goede constructie-idee dat mm-hmm. ze daarbij uitgekomen zijn. Ik heb de indruk voor die twee, hè, voor Shearsmith en Pemberton, dat wel hun ding is. Allee, ze zijn nu al zoveel jaren eigenlijk heel consistent daarmee bezig, mm-hmm. dat ik denk dat ze zo hun plek daarmee gevonden hebben. Wel, ja. Ja. Voor we into the meat gaan van Inside No. 9, moet ik wel vragen, favoriete League of Gentlemen karakter? Heel moeilijk, maar
ik ga toch voor de local shop gaan. En ik ga de koppel dan als twee eenheid nemen. De ja. I can't. Ja. Lines, als ze daar in een van die laatste afleveringen, denk ik, als ze daar een kaart, voor het eerst een kaart van de streek voor haar neus krijgt. Lines. What do they mean? Ja, ik ga voor het koppel van de local shop. Ja. Ik moet daar ook de lijn trekken met Willis en Mariette op een bepaalde manier. Omdat ik een hele grote fan ben van... Het is zeker de local shop is een soort van recurring item. Ja. Maar dat zo absurd wordt getrokken. Alleen al dat feit dat hij altijd uit die achterkamer komt gestormd. Ook al is er geen lawaai of geen discussie van... What's going on here? I'll have no shouting. Dat is niet bezig, maar... Het heeft mij wel een soort van César en Palmyra en Fons vibe of zo. Maar ja, elk landelijk dorp heeft toch zo een paar opritten waar dat je als tiener amper durft voorbij fietsen, omdat er zo'n vieze woont. Ja. Die de flikken belt omdat je broek te fel van kleur is of zo. En ja, wij hadden er zo een paar in Wachtebeken dat je wist van ja, oké, daar ga ik... als ik daar langs fiets, dan is het stil en met de ogen naar de grond gericht, want daar wonen zo'n vieze die gewoon op iets kwaad wil zijn vandaag. Is dat ongure jeugd in mijn voortuin bijna? Ja, inderdaad. Ja, dat is het mooie daaraan ook. Dan heb je zo van die karakters zoals Papa Lazaro. Ja. Dat letterlijk één sketch is. Mm-hmm. Een sketch die bijna nergens op slaat. En dat wordt dan groter dan ooit, dat karakter. En je voelt ook die makers van... Ja, maar wat kun je daar nu nog meer mee doen met die dude? Behalve hem altijd... Hello Dave! Gewoon te laten roepen voor god weet welke reden. Ja, dat is ook zo qua goed gevonden personage en setting, het moment dat die Papa Lazaro ook zo met een vrouw bezig is, een lokale vrouw, en dan eigenlijk zonder echt aanleiding een ring over die vinger schuift en dan gewoon dat geniaal zinnetje You're my wife now. heb je ooit The League of Gentlemen's Apocalypse gezien, de film dat ze gemaakt hebben? Nee. Ja, er is dus een League of Gentlemen film in 2005 gemaakt en het plot daarvan is eigenlijk dat... De Royston Vasey gaat tot zijn einde komen. Dus de locals duiken op in de echte wereld, onze wereld, om te redden eigenlijk, een Royston Vasey te redden. Dus ze ontdekken eigenlijk van, ja, wij zijn verzinsels van drie kerels, genaamd Shearsmith, Pemberton en Gatiss. En dat is zo vreemd, omdat je zo, ja, de twee van de local shop en zo Papa Lazaruet, die zo naar de echte wereld gaan en beslissen van, ja, wij gaan hier blijven, want wij kunnen niet buiten komen. Want wij zijn meer van de absurdere verzinsels van de reeks. En wij bestaan gewoon niet. Oké, een beetje meta... Ja, ja. Meta-stuff erin, ja. Ja, en Her Lip vervangt dan Pemberton in de echte wereld, omdat hem er het nog meest op trekt. Ja, het is echt een heel raar obscuur dingetje, maar het was wel fijn. Ah ja, ik ga hem een keer opzoeken. Maar goed, insight number 9 dus. Ja, ik weet al bijna niet waar te beginnen aan wat de reeks zo goed maakt. Het is een antologie. Het is een antologie die constant verschilt van genre, stijl, zelfs opnamemanier eigenlijk. Wat was de eerste aflevering dat jij gezien hebt? Heb je het vanaf 1 ontdekt, of hebben ze zo wat moeten inhalen? Of? Ik ben seizoen 1 beginnen kijken, want ik volgde Shearsmith op Twitter, denk ik. En daar begon hij daar opeens reclame voor te maken, van er komt een nieuwe reeks. En dan, ja, met die Psychoville indachtig, allez, ik ging sowieso kijken. Maar het was niet meer de reeks na de League of Gentlemen. Dus ik denk dat ik iets onbevangener, in plaats van op voorhand dingen dood te slaan met je te grote verwachting, dat ik iets onbevangener voor tv zat. En ja, die eerste aflevering is die met dat familiefeest in die kast. Ja, sardines. Ja,
met ook alweer, en we gaan die spoilen, maar met ook alweer op het einde wel een clevere twist in. En ik dacht van, ah, oké. Okay, het is geen een absurde kolder gelijk op The League of Gentlemen. Het is een beetje een ander genre. Het lijkt meer op kortfilm. De personages zijn tof. En ik was bij de eerste gecharmeerd. Mm-hmm. En dan begint dat seizoen te vorderen. En dan merkte van, oké, okay, die een inside number 9, dus achter het huis nummer 9, of iets anders met een nummer 9, dat concept, dat begint zo wat duidelijker te worden. En ja, na een tijd ontstaat er zo wel een honger, omdat... Enfin, in dat eerste seizoen zit A Quiet Night In. Ik denk bij veel mensen hun favoriete aflevering. Hè? Twee inbrekers die iets gaan stelen, maar die niet mogen praten met elkaar. En dan Pemberton en Shearsmith in... Allee, grootse doen, om het in de recensenten taal te zeggen, die eigenlijk geen woord spreken in een hele aflevering, het is, maar wel... Het is... Omdat er zo weinig gesproken wordt, wordt even hun mimiek zo uitvergroot in die aflevering. En je kunt... Ik moet ook blijven lachen als ik die aflevering zie. Er is dat, dat één moment, en hij doet bijna niks, hè. Dat is zo dat één moment dat ze zo een klein vervelend hondje aan hun been hebben. En ze zijn constant bezig met die hond zo wat te disposen van laat hem buiten. En Shearsmith doet zo dat schuifrem, die schuifdeur open op een kier voor die hond eruit te laten. En er komt zo de gigantische hond binnengewandeld. En het is gewoon zo'n gezichtje van, wacht, ik ging er gewoon aan. En vooral omdat er ook geen geluid op zit. Ja, dat is qua inderdaad de comedy... klein houden, maar ze daardoor nog wat sterker maken, die mimiek. Gewoon, allez, de gezichtsuitdrukking, what the fuck, gast, die zit een keer of 10 in die aflevering, maar die is wel telkens zo duidelijk. Hè? Ja. Ja, het is, als je zo de eerste 3 afleveringen naar elkaar bekijkt van dat eerste seizoen, dat is wel zo, echt wel een triple punch. Ik heb meteen door van, oh wauw, dit gaat echt alle kanten uitgaan, want die Sardines is heel contained en mini-theaterstukken eigenlijk. Ja. En A Quiet Night In is dan zo een keer een oefening in wat kunnen we doen zonder tekst. En die in derde is die Tom en Jerry aflevering. Wat zo de quintessential twist aflevering is van die gast die zo'n dakloze in zijn appartement haalt. Juist. En getwijfeld van, is die een dude nu echt of niet? Ja. Ja, dat is juist. Wel, maar... Het is inderdaad, denk ik, gelijk dat je het beschrijft, na die eerste aflevering heb je nog niet door dat dat een eerste variatie is, gelijk dat elke aflevering een variatie gaat zijn. En ergens valt er ook wel terug van dat link met die Little Britain te trekken. De eerste aflevering Little Britain was ik echt van mijn stoel geblazen, omdat dat was zo een veelheid aan personages en jokes en het een achter het ander. Ja, de eerste keer dat je de wheelchair guy ziet en de eerste keer dat je die ziet, dat is echt gewoon fantastisch. En dan daarna komt dat terug en komt dat nog eens terug en die variaties zijn minimaal bij Little Britain. Hè. Dus die hebben hun concept gezet en dan variëren die minimaal op wat ze daarmee doen. Voor mij werkt dat niet altijd. Ik ken ook mensen die daar juist grote fan van zijn. Hè. Ik bedoel, dat is een beetje naar smaak. Maar het is wel exact tegenovergestelde tegenover die Inside Number 9, omdat eigenlijk heel vaak proberen die een concept één aflevering uit waarmee je iemand anders een reeks zou schrijven. Ja. Als je... Want zo... Ik heb op Wikipedia ook naar de afleveringen zitten kijken en eigenlijk je zou bijna een kolom kunnen toevoegen. Wat was hun experiment deze keer? Ja. Was het... Is het chronologisch dat ze nu een keer zitten spelen hebben? Of hebben ze een keer zonder tekst gewerkt? Of je hebt daar ook een geweldige mindfuck die ik live zat te bekijken, die begint met de aflevering van vorige week. Ja. En dan opeens... Was dat geen Halloween special? Ik weet ja. Wacht, dat is... dat was de Halloween special van 2018, inderdaad. En het... experiment was dat een live broadcast ging zijn. Ja. Dat ze, en die was ook live. Dat ze een live episode number 9 gingen doen. En dan was er constant een soort van technische malfunctie, waardoor dan ze een oude aflevering herhaald hebben. En langzaamaan begint dat gewoon over te nemen. Het is een gigantische spoiler als ik het vertel, maar
wetende dat het wel degelijk nog altijd allemaal live is, maar hoe dan ze er bepaalde dingen in verwerkt hebben. Onder andere die officiële BBC Two voice-over stem, die vrouw die zo voor een aflevering zegt welkom bij BBC Two, vanavond gaan we dit en dit zien. Alles zit daarin verwerkt. Ik zat echt met... Ja, inderdaad, ik heb ook live. Ik zat echt met mijn kin op de grond toen. Wel, maar ook daar weer merkte de liefde voor het concept. Ik denk voor hen om een duur een beetje de noodzaak om het zichzelf altijd wat moeilijk te maken en iets nieuws te verzinnen. Ik denk dat je die enkel daarmee nog enthousiast krijgt, dat die zo bang zijn of bang of gewoon echt geen zin hebben in herhaling. Maar ik zat live te kijken samen met Sien. Die herhaling van de aflevering van vorige week, die duurt echt wel lang. Hè. Ik denk dat ze 2 minuten, 2,5 minuten gewoon echt die vorige uitzending tonen. Mm-hmm. Elke commerciële programmadirecteur verklaart u zot, want ik was bijna weggezapt. Hè. Ik dacht echt van, oké, ja, de live broadcast is niet gelukt, dus ik zap weg. En toch dat risico pakken om u nog harder te verwarren... Mm-hmm. Als je dan opeens toch beelden krijgt van wacht, er gebeurt toch iets backstage. Zijn zij dat nu of zijn dat techniekers? En de rest kunnen we niet spoilen. Want het is echt wel zo een type voorbeeld van elke aflevering opnieuw proberen van er iets ander conceptueel in te steken. Ik denk dat het enige wat gelijk loopt over de hele reeks is dat er meestal een twist opduikt. Of een dubbele twist of bijna een driedubbele twist. Maar al de rest van wat voor format dat gaat zijn, hoe dat gedraaid is, welk genre dat gaat zijn, dat kan alle kanten uitgaan eigenlijk. Ja, en ook qua stijl. Ik heb er, ja... Ik merkte een beetje de moeilijkheid van de schrijver van het Wikipedia-artikel. Bij stijl dubbele punt. Ja, wat nu? Welke aflevering? Ja, er zijn er die iets meer op comedy spelen. Er zijn er ook die echt op griezel en thriller en zelfs horrorachtige dingen spelen. Je hebt zo, die dreiging zit er wel vaak in. Zo'n beetje die eerie dreiging van iets is hier niet in de naak. Je voelt dat Reese Shearsmith is een hele grote fan van horror en klassieke horror. En antologieën zoals The Twilight Zone en Alfred Hitchcock's puntje hour, kan ik niet op de naam komen. En dat zit daar heel erg in. Hij had ook zo vroeger van die hele oude Britse spookreeks, British Most Haunted en al van die toestanden. Ja, dat zit daar allemaal mee in verwerkt. Ik weet nog, toen ik Sardines voor de eerste keer zag, deze aflevering, dat inderdaad kreeg ik ook daar zo nadien, zat ik daar wel van, amai, het is geleden van Black Mirror... dat ik zoiets ontdekt heb. Dat je zo in één keer verrast wordt door een reeks waar je zonder verwachtingen instapt. En één keer ontdekt van, oh wauw, dit gaat nog alle kanten uit. En dit is zeer goed. Het beste is natuurlijk, vanaf dat ik dat getweet had, van, hey, die Inside Number 9 is een beetje gelijk Black Mirror. In het Vlaams had ik al een reply van Reese Shearsmith staan. Het trekt helemaal je Black Mirror. Het heeft de twist en dat is het. Ik denk niet dat je dat hem graag heeft dat vergeleken wordt met Black Mirror. Ja, wat betreft het vergelijken van programma's, ik heb de indruk dat dat inderdaad bij de Britten nogal gevoelig ligt. Wij zijn ooit met neveneffecten, toen dat Little Britain op canvas kwam, zijn wij die gaan interviewen. En we wilden daar zo wat iets zo nozel van maken en wat een nozele mop van maken. En eigenlijk wilden wij doen alsof dat zij The League of Gentlemen gemaakt dan. Dus we wilden dat allemaal vragen stellen over zo. En hoe plays the woman in the local shop? Hey, hoe is het? En nee, dat was een no-no. Dat ging niet gaan. The League of Gentlemen, daar werden ze niet graag mee vergeleken. En ja, ik kan mij nu wel voorstellen met Black Mirror. Enfin, het is wel een compliment met Black Mirror vergeleken. Ja, maar... het is hetzelfde in de zin dat het een antologiereeks is. En dat er wel wat twisty stuff in zitten. Ik denk dat gewoon in hun geval misschien wat confronterend is. Omdat Black Mirror is wel het commercieel populaire ding, omdat dat door Netflix zo groot geworden is. En Inside Number 9 blijft wel zo nog altijd die verborgen BBC-parel. Ja. Dat ook niet makkelijk te zien is bij ons. We kunnen het live zien op BBC, maar ik denk niet dat een streamingdienst het staan heeft momenteel. Nee, ik ben aan het denken...
Ik denk dat Canvas wel een keer een reeks uitgezonden heeft ooit, of ben ik daar mis in? Ik weet het zelfs niet. Kan wel. Ik denk, het staat mij zo voor, maar ik ben het niet zeker. Maar voor de rest is dat toch echt... Allee, dat vind ik nu echt wel een beetje verwonderlijk, hoe dat zoiets niet te streamen valt in België. Want ik heb ook zitten zoeken nog van de week op BBC iPlayer, enkel als je uit de UK zit. En goed, je hebt dan van die achterpoort met ja. de VPN, is dat zeker, dat je daar wat in kunt zeuren. Het staat op Amazon en op Apple TV, maar ook alleen als je in de UK woont. Wat het eigenlijk op neerkomt is, ze houden die tv-rechten binnen de UK, omdat ze dat uiteindelijk nog willen verkopen aan zenders zoals Canvas en gelijk wat. Alleen, dat is niet meer van deze tijd. Hè. Ik bedoel, iedereen die ons daar nu over wilt praten, er gaan er weinig zijn die zeggen, oh, we wachten wel tot het op Canvas komt. Ja, nee, Ik ben toch een beetje... En goed, ik zit nu zelf in de tv-branche, maar ik ben toch van het principe... Jongens, ik wil ervoor betalen, maar bied het mij aan. En anders, zoek ik het elders. Want je moet ook wel een beetje mee met deze tijd. Ik bedoel, het is gelijk dat je zo nog dvd's verkoopt met regio 1 en regio 2. Wat was dat voor zeven, zeg? Ja, dat is belachelijk. Ik heb nu een regionale dvd... Allee, ik heb zo'n regiovrije Blu-ray-speler... Ja. Maar ik denk ook van wat zijn we nu eigenlijk aan het doen? Ik wou het kopen. Ik heb het nog altijd gekocht. Ja. Ik heb gewoon nu een omzeiling moeten vinden om het te kunnen afspelen voor god weet welke reden. Wel, maar ik vind de voorgeschiedenis daarvan vind ik dat wel grappig. Als zijnde in de jaren 90, als uw film in première ging, ja, dat wou de groot uitpakken met interviews met uw sterren. Dus was de bedoeling dat die eerst in Amerika in première ging. En dat je daar alle interviews en de ramtamtam kon doen. En als je cast terug vrij was, ging de dan pas in première in Europa om daar alles te herhalen. En zo kon je twee keer lanceren. Want ik zat toen in IJsland op uitwisselingsjaar en ik had alle films gezien voor mijn maten in Europa, omdat wij op Amerikaanse release-schema's zaten. Er was een grote Amerikaanse legerbasis en ja, dat was bijna een tiende van de bevolking. Dus dachten ze, goed, we gaan op Amerikaanse release. En goed, ze hebben dat dan proberen herhalen met dvd-releasen. En dat heeft dan even gewerkt met die regio's. Maar op dit moment, ja, je denkt dan ook nog dat uw recensiepers, dat van de echte fans van reeksen en van tv, dat uw recensiepers nog regionaal is. Ja, dat is ook zever. Hè? Ik bedoel, we krijgen alles mee van de blogs, van overal. Je kunt... Ja, dat is een beetje dat flat-earth-principe. We hangen allemaal aan elkaar en je kunt niet meer denken dat je het kunt vertragen voor de rest van de wereld. Ja, het was... wanneer was dat? Een goede kleine 2 jaar terug, toen Disney Plus beschikbaar was voor een grote meerderheid van de planeet, behalve zo stukken van Europa, waaronder wij... En dan heb je zo die Mandalorian die uitkomt. En dan zit de humo daar zo recensies over te schrijven. En je kunt alleen maar zo wat kwinks gaan doen van... En hoe heb jij dat gezien, humo? Leg me dan een keer uit. Want het is nog niet beschikbaar hier. Maar ja, dat is de realiteit waar we leven. Hè. Je moet eigenlijk al recensies gaan schrijven voor reeks dat mensen illegaal moeten downloaden. Ja. Maar ik vind persoonlijk dat een faire deal met de sector... Bied het mij betalend aan. Ik wil ervoor betalen. Mm-hmm. Als je onnozel gaat doen, dan zoek ik het elders. Zelfs als tv-maker, ik heb daar geen scrupules mee om te zeggen van oké, ja, als je het offline gaat halen en gaat afschermen in de hoop dat ooit de lineaire zender... Pas op, kijk, wat mij betreft, kopen ze het met Canvas en zenden ze alle reeks, want de zesde reeks komt nu van de jaar, denk ik. Ik denk dat ze net een reeks afgewerkt hebben. Ik zag hem dat ook tweeten. Ja. Ja, zesde reeks. Voilà, dus wat mij betreft, koop Canvas die. Of die een BBC iPlayer, ja, die is betaald met belastinggeld, dus die is gratis in de UK. Weet je wat? Vraag er mij een euro voor per aflevering. Mm-hmm. Ik zal het wel doen, waarschijnlijk. Maar ja, nu want... zo dat afgeschermen, dat gedoe. Ja, want ook we leven ook in een tijd, zeker als er iets populair is of je wil geen spoilers, ja, dat gaat niet meer, mannetjes. Tuurlijk. Je ziet dat nu ook met WandaVision, iedere vrijdag als dat uitkomt. Ja, jij moet racen naar je Disney Plus. Ah? Omdat half uur WandaVision gezien te hebben voordat er een of andere douchebag op Twitter alles in memes omgezet heeft en het hele plot spoilt voor u. Ik herinner mij dat spreek ik over jaren geleden, als de laatste aflevering van De Mol geweest was. En ik wou nog niet weten wie het was, maar ik had 10 avond geen tijd.
dan was dat inderdaad, als ik dan gaan optreden was, dat was thuiskomen en niets open doen, hè. Niets, ja. Hè. Geen browser, geen Twitter, zelfs geen mailbox, niets open doen, want om het duur werden er pushberichten verstuurd. En dan de volgende dag proberen met mijn ogen toe naar tv te lopen en dat aan te zetten. En ik herinner mij, ik kom langs de voordeur en de gazet ligt daar met een grote foto op de voorpagina. Dat je gewoon wist van, ja, godverdomme. En dat is jaren geleden. Dus nu inderdaad, je moet bijna live kijken of het is gepasseerd. Ja, ja, dat is nu ook zo. Ik heb nu al die trucken van de voor moeten doen om HBO Max te hebben. Wat geen aanval is naar streams, want streams pakt zo'n beetje semi het aanbod van HBO Max over. Maar dan tof voor Amerika dat ze zo die loopholes gevonden hebben van we gaan grote films in de cinema uitbrengen en op HBO Max. Maar moest ik niet gewacht hebben met al die trucken voor HBO Max te hebben, had ik Wonder Woman nog altijd niet gezien. En wauw, dan moet je wachten totdat er een Blu-ray uitkomt of zo, gelijk een brave jongen. Gelijk, ja, dat gaat niet gebeuren, hè. Ja, ja, ja. Dat is inderdaad, ja. Maar goed, ik vraag me ook soms af in welke mate dat wij als, ja, tv-freaks en filmfreaks dan misschien ook weer niet representatief zijn voor de rest van het publiek. Enfin, nee, het is, niet. Ja, het is een discussie voor de commercieel directeurs, maar wij gaan de content altijd opzoeken in gelijk welke kier naar gaat dat we ze kunnen vinden als ze ons niet aangeboden worden. Oh ja, want als ik echt eerlijk ben, de tijd, allee, zo echt iets illegaal gaan downloaden met mij, is wel al even geleden nu. Maar dat was nu toch de geniale vondst van al die streamingdiensten, dat dat gewoon onpraktisch werd. Ik bedoel, dat was even het moment dat ik hoop kreeg. Dat ze, okay, ze hebben nu ingezien dat als ze het ons zo gemakkelijk mogelijk maken om het betalen te doen, gaan we dat wel doen. Ja. Ik bedoel, als het u 5 euro kost om een film die je absoluut wilt zien te zien, ga je dat wel gewoon doen in plaats van op 43 Russische sites stukjes te gaan zoeken die je daarna moet samenlassen met software die vol met spam zit. Ja, nee. Dus ik dacht even van oké, ze hebben het gevonden, maak het ons gemakkelijk en we betalen daar wel mee voor. En nu zijn ze dat terug een beetje aan het verliezen door die regionale afscherming, denk ik. Goed, we hebben het nu ook over Insight No. 9, we hebben het nu ook over een kleinere reeks. Ja, absoluut. Maar dat is ook iets wel, als je dat illegaal wilt downloaden, dat is minder makkelijk te vinden dan pakweg een nieuwe Marvel-film of zo. Ja, kijk, ik zal het er dan maar aan toevoegen. Ze staan bijna allemaal op Dailymotion, hè, bijvoorbeeld. Inside No. 9. Dus ik heb ze op Blu-ray gekocht. En dat is dan weer een ander ding. Ik koop ze dan achteraf op Blu-ray als ik ze gezien heb, omdat ik ze gewoon graag verzamel. En dan vanaf seizoen 5 zijn ze gestopt met ze op Blu-ray uit te brengen, alleen op DVD. En dat is dan de autisme in mij die zo... Maar nee, wat... Oh. Ja, kijk, dat is iets... Als ik ooit eens terug echt gewoon zo line-up stand-up comedy ga spelen, is dat een stuk waar ik zeker al over wil ranten. En dat is... Ik ben een generatie die zijn muziek 5 keer gekocht heeft. Ja. En letterlijk, hè. Ik heb mijn muziek 5 keer gekocht. Ik heb nog vinylplaten gekocht. Ik heb ze opnieuw gekocht op cassette om ze in de notto te kunnen afspelen. Ik heb de cd gekocht, want ja, een keer dat je een cd-speler had, ging die niet meer met cassette mousen. Daarna heb ik de mp3 gekocht en nu koop ik de streaming. Dus ik heb letterlijk 5 keren betaald voor mijn favoriete muziek. Ik heb ze tussendoor nog 3 keer gepiekt ook, maar dat zeg ik er niet bij. Maar ik denk dat ik gelijk sta, maar dat mijn volgorde gewoon anders is. Ah, okay. Dat ik cd's gehad heb, dan een mp3 gekocht heb, dan voor streaming betaald heb en nu in retro-vibe de vinyl gaan kopen ben en de cassettes probeer te zoeken als verzamelobject. Ja. Heb je een favoriete aflevering van Inside No. 9? Ik weet dat er heel erg on-the-spot vragen zijn, maar... Ja, ik heb daarover zitten denken. Denk die Quiet Night In, daar kun je niet omheen. Ik bedoel, die... Ook omdat... Soms zijn ze moeilijk conceptueel. Hè. Soms merkte van... Het concept was heel belangrijk en de uitwerking is goed, maar eigenlijk is het concept het geniale eraan. En bij die Quiet Night In komt alles samen. Ik bedoel, zelfs los van dat conceptuele is dat gewoon een heel geestige en goed gevonden aflevering. Maar ja,
denk de, ja, de, het tienermeisje dat moet gaan house zitten op het koude huis. The Harrowing. Ja, waar ze niet op de bovenste kamer mag, waar de zieke broer ligt. Mischief. Oh, oh. Dat is nu echt ene die, ja, dat is nu echt ene die je 's nachts bij donker alleen thuis moet bekijken, omdat, ja, daar krijg je nu echt een keer de stuipen op het lijf. Ja. Vooral ook omdat, zeker bij zo'n gast like Shearsmith, je ziet dat het heel hard amuseert als hij dat kan doen. Maar natuurlijk. Als hij witte make-up kan aandoen en oude gotische pruiken, dan is die een volledige zijn element wel. Ja, ja, ja. Ik heb mijn persoonlijke top 3. Sowieso op nummer 1 staat de 12 Days of Christine. Dat is zo het, die griet in het appartement waar je zo altijd wat flash-forward gaat in haar leven, evenementen uit haar leven. God, dat zit ver. Ze begint zo wat gek te worden. Dus je krijgt eigenlijk gewoon altijd momenten in haar leven te zien dat haar zoon geboren wordt, als haar man leert kennen en haar vader sterft enzovoort. En om duur geraakt dat allemaal uit sequentie en gebeuren er ook wat rare dingen. En eigenlijk blijft de 99% van de aflevering in complete verwarring als in, ja, maar wat is dit nu? Is dit een tijdreisdingetje? Ja. Is dit een haunting? Ik weet niet waar het naartoe gaat. En daar komt ook af en toe zo een flash in van een vent die ze eigenlijk niet kent. Ja, inderdaad. Ja, ja, ik ben mee. En die staat zeker ook in mijn, ja, top hoeveel kan ik niet zeggen, dat ik ze niet allemaal overloop, maar die staat zeker in mijn top 5. Net omdat je pas op het einde beseft wat er aan het gebeuren is. En wat ik ook heel goed vind, en ja, ik kan er nu niets over zeggen, maar naar het einde toe, je krijgt de kans om het zelf te ontdekken wat er aan het gebeuren is. Mm-hmm. Ze hinten er een paar keer heel subtiel op, en pas op het einde maken ze het dan echt duidelijk. En dat vind ik het tofste daaraan, dat het is als kijker altijd wel, het heeft altijd wel het meest impact als uw frang van zijn eigen valt, zonder dat ze hem een duw moeten geven, dat je opeens denkt van, ah nee, toch niet zo. En dan zo die aha-erlevenis, ja, dat is juist, dat is een fantastisch goede aflevering. Ja. En het is, ja, ik weet ook toen ik erover tweette van wat een ongelooflijk aflevering dat is, dat Shearsmith, maar dat is volgens mij echt een dude die gewoon, like, Inside Number 9, de hashtag gewoon afgaat en gewoon reageert, of nu het Nederlands is of het Engels. Die zegt in die antwoorden van, I think people didn't know we could move them. Ja. Ja, ja. En dat kan ook een verrassing zijn, hè. Allee, dat de twist is. Dat zit ook een beetje in zijn... Wat gaan we nog eens voor onverwachts doen, hè? Wat kunnen we nog eens doen? Welke uitdagingen zoeken we nog eens? Trouwens, Shearsmith op Twitter, ik vind dat geweldig hoe actief dat hij daarop is. Mm-hmm. Hoe bereikbaar. Want op een bepaald moment, ik had een foto met een soort... ik had een foto van mezelf met een soort Shearsmith-achtige glimlach. En mijn haar lag ook voor een of andere rol zo wat gelachtig op zijn eigen kant, gelijk dat hij voor zijn sullige rolletjes vaak doet. En iemand had die getweet naar mij en naar Shearsmith bij lookalikes. En die begint daar zo gezellig op te antwoorden. En opeens volgt hij mij, omdat hij zag van, ah, oké, ik speel ook in Engeland af en toe. Dus opeens volgt hij mij. Maar goed, ja, die volgt ook zo een paar duizend man op Twitter. En ik dacht van, oké, ja, die volgt mij, dus ik kan die persoonlijke berichten sturen. En heb ik die gestuurd. Ik speel volgende maand in Londen. Die zat in de zaal. Die is komen kijken. Nu, het is ook een theaterman, hè? Dus hij gaat vaak naar theater. Hij speelde ook zelf theater. Achteraf is die blijven wachten. Ik heb daar een babbelje mee gedaan. Ik ben dan het jaar daarop, zag ik dat hij in een stuk speelde in Londen. Ben ik bij hem gaan kijken. Had ik hem gewoon weer via Twitter laten weten van, ah, kom vanavond naar u kijken. Hij zegt, ah, dat is goed, blijf wat zitten, ik kom af. Kwam die weer een babbelje doen. Ik dacht van, ik mag die aanraken. Dat is een verhaal dat mij maatloos jaloers maakt. Maar heel cool wel. Ja, maar... Ja, bon. En ik kan nu moeilijk inschatten in welke mate dat die... Ja, dat die gewoon dacht van, oké, hij speelt ook in het Engels, ik kom ook wel kijken. Of ik kom wel kijken. Of dat die gewoon eigenlijk heel bereikbaar is voor... Iedereen die daar oprecht fan van is, dat kan ik nu moeilijk inschatten. Ja, het is... ik ben aan het nadenken. Want zijn interacties
zijn wel... Allee, hij voelt wel als je echt oprecht geïnteresseerd bent. Want ik weet bijvoorbeeld dat ik... ze maken voor Inside No. 9 bijna voor iedere aflevering zo'n geweldige filmposter bijna. Ja. Hoe zo echt een klassiek getekend beeld vaak ook. Like dat de oude Star Wars posters eruit zagen. Ja. En dat ik vroeg van, ja, wie maakt dat artwork? En hij heeft mij toen echt een link gestuurd en de naam van die gast. Hij zei, ja, hij verkoopt ze ook. En dat heb ik gemaild met die gast vanuit Engeland. Die zei van, ah, oké, je wilt die kopen. Dus ik heb zo een stuk of 4 prints gekocht van dat artwork ervan. Oké. Okay. Die hingen tot voor kort in de Moslem Half 2-studio hier in Gent. Ja. Maar ja, inderdaad, het is wel fijn. Het is inderdaad fijn dat hij voelt dat hij wel heel dicht op zijn reeks leeft of zo. En heel dicht bij zijn fanbase zit. Ja, ja. Allee, ik denk ook dat qua dit is mijn kindje gevoel, hè, als je zo hard bezig zit, want daar ben ik wel benieuwd naar. En misschien dat ooit wel een keer lukt om hem te interviewen voor het een of het ander. Maar ik ben heel benieuwd naar hoe het brainstorm- en schrijfproces werkt. Als zijnde, ja, je moet per reeks moeten die 6-7 ideeën verzinnen waar dat iemand anders een film mee zou maken. Ja. Komen die uit het duo? Hebben die externe brainstormers? Is dat elk individueel dat ze met ideeën komen? En dan dat schrijfproces ook op zich, omdat dan begint het nog maar. Hè. Je moet dan je dialogen en je situaties en je hints en hoe dat alles samenkomt. Enfin, ik ben heel benieuwd naar dat schrijfproces ervan. Ja, ik heb zo op de valreep BFI, dus zo vaak van die interessante dingen in Londen, hè. Zo van die BFI Talks, waar ze Britse programmamakers uitnodigen voor like, een screening van iets te doen en daarna dat ze een babbel mee hebben van een half uur of zo over hun werk. En ik heb net die talk gemist met Shearsmith en Pemberton. Ik heb wel de talk gezien met Charlie Brooker over Black Mirror. Ja. En ik vind dat sowieso heel interessant, omdat ik ook gewoon ontdek dat bepaalde dingen ontstaan uit een heel lang lopend idee of gewoon uit zo'n hersenscheet. Want hij vertelde dat San Junipero is zo de meest geliefde Black Mirror-aflevering. Ja. Dat is de aflevering met de lesbische dames over het leven na de dood enzovoort. Ja, ja. De virtuele, ja. Virtuele jongeren-Tenerife-wereld. Ja, exact. En dat zijn vroegen van, ja, waar komt die aflevering vandaan? En hij zei van, ja, eigenlijk gewoon uit nijd. Want na 2 seizoenen van Black Mirror waren alle recensenten altijd, hij is altijd donker, hij is altijd miserabel. Al zijn ideeën voor de toekomst is dat allemaal naar de kak gaat gaan. En dan is hij als iets van, fuck you, dan schrijf ik een positief verhaal. En daar komt dat uit niks meer dan dat. Maar ik vind dat wel heel interessant. Ja, en dan ook weer des mensen dat dan de favoriete wordt. Hè? Oef, we mogen eens blij zijn. Oké, okay. Genoeg blij geweest. Hier zijn kwaaie robothonden in zwart-wit. Voilà. Wel, hoe verkopen we het in één zin, denkt de Inside No. 9 aan de mensen, voordat we ze laten gaan? Daaraan beginnen. En het laten groeien. Ik denk inderdaad, gelijk dat je het zei, die eerste 3 afleveringen zijn echt wel, geven echt wel een soort beeld van oké, dit is het idee. En de reden waarom dat je vooral moet kijken is als je graag verrast wordt, als je ook graag een beetje marvelt over de genius van de schrijvers. Hè? Voor mij zit daar ook wel een soort metagenot in, als zijnde, je kijkt een aflevering op zich, maar daarna zo een beetje van hoe hebben ze dat nu weer gedaan en hoe hebben ze zichzelf nu weer uitgedaagd enzovoort. Voor mij is dat wel deel van het genot van die Inside No. 9. Dus ik denk dat daar, ja. Daar moet je voor kijken. Je moet niet kijken voor de kolder van The League of Gentlemen, want die zit er eigenlijk zelden in. Nee, terwijl het er wel een aflevering is die direct linkt met Psychoville. Dat wel. Laatste seizoen. Laatste seizoen is er een aflevering met Jenna Coleman, die ook in Doctor Who meedeed. Ah, dat is juist. En er is 1 aflevering die eigenlijk een soort van follow-up is to Psychoville. Ach, ik ben ze ook al vergeten. Ik moest ze dringend naar bekijken, denk ik. Ja, bij mij zaten die laatste 2 seizoenen ook ver. Maar ja, dat is ook omdat er vaak zo een jaar tussen zit. Like. Ja, ja. En ook weer niet. Het is dus een beetje dubbel. Ik heb Inside No. 9 dit jaar weer in mijn top 10 kunnen zetten van tv.
omdat ik ook gewoon vergeten was, ja, dat laatste seizoen heeft gelopen tussen februari en maart 2020. Ja. Maar er zijn zo wat andere dingen gebeurd in de wereld, waardoor dat, dat zo wat verdrongen geraakt is. Ja. Maar ja, het is altijd goed voor een rewatch, dat wel. Ik had nog één aflevering opgeschreven dat er net over de favorieten ging, en dat is de bill. Dat is die rekening die betaald moet worden op restaurant, omdat eigenlijk qua genre zitten dan meer in zo... Allee, in de richting van de clevere krimifilm. Hè? Mm-hmm. Altijd natuurlijk... Allee, het is, je zou kunnen zeggen... Een heel getalenteerde fan maakt een kort film op basis van zo de krimiklassiekers als The Usual Suspect en dat soort dingen. Maar ik vind dat die ook supergoed in elkaar zit, die in de bill. En ook dat ze heel goed gespeeld is. Die gastacteur daar is geweldig geloofwaardig. Dus ja, dat is gewoon een verhaal dat ze zitten met vier op restaurant en de rekening komt. En je hebt de typisch Vlaamse situatie. Ik zeg, ik wel betaald. Nee, deze is van mij. Pak jij maar de volgende. En dat komt... En dat ontaart dan op een zodanige manier dat je tot op het einde op het puntje van je stoel zit. Wel, ik dank u, lieve Scheire, om bij mij tijd te spenderen en een van de beste reeksen aller tijden te bespreken. Met zeer veel plezier. Dit was Ben je nog aan het kijken voor deze week. Voor de geïnteresseerden, Inside Number 9 is te vinden op BBC iPlayer en andere streamingdiensten via VPN. En voor de liefhebbers van tastbare media is het beschikbaar op DVD en Blu-ray aan een diversiteit van prijzen. Een persoonlijke aanrader zijn de scripts van seizoen 1 tot en met 3, die in boekvorm uitgekomen zijn vorig jaar, dus ook te vinden zijn in online shops. Ik dank jullie voor het luisteren. Aarzel niet om iets te droppen op Facebook, Instagram of Twitter als je genoten hebt en de show wilt delen met je volgers. Ik was Xander de Rijke. Jullie horen mij volgende week weer terug en dan bingen we weer iets anders in... Ben je nog aan het kijken? Met Xander de Rijke.